Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft een duidelijke prioriteit voor ogen. Een nieuwe rechtsback van wereldklasse naar het beroemde Camp Nou-stadion halen. En twee veelbelovende jonge spelers strijden om die felbegeerde plek, Geertruida en Ivan Fresneda, een 18-jarige buitenspeler van Real Valladolid. De laatste informatie suggereert echter dat de internationale ster van het Nederlands elftal de eerste optie van Barcelona is. Sport, bekend om zijn voorkennis, onthulde dat Barça al onderhandelingen is begonnen met Geertruida en het nieuws is opwindend. De speler zou positief hebben gereageerd op de Catalaanse club. Er doemt echter een financiële uitdaging op aan de horizon voor de La Liga-kampioenen die met een lege schatkist zitten. De Catalanen zouden bereid zijn 10 miljoen euro over te maken als basiswaarde voor de ondertekening met nog eens 5 miljoen euro aan bonussen. De geschatte marktwaarde van Geertruida is echter maar liefst 18 miljoen euro. Laat alsjeblieft je like achter op deze video, want het is erg belangrijk voor je om het laatste Feyenoord nieuws dat we hier plaatsen niet te missen, bedankt. Doorgaan. Door deze netelige situatie heeft Feyenoord, de huidige club van de speler, volgens betrouwbare bronnen niet enthousiast gereageerd op het aanvankelijke voorstel. Het Rotterdamse team gaat de markt verkennen op zoek naar nog aantrekkelijker aanbiedingen. En dat is waar de twist om de hoek komt kijken, de mogelijkheid van Ivan Fresneda... De getalenteerde vleugelverdediger van Valladolid. Hoewel hij interesse heeft gewekt bij het machtige Borussia Dortmund, geeft hij er de voorkeur aan om naar het binnenland te verhuizen en de schijnwerpers op te zoeken bij een eliteteam als Feyenoord. Hoe dan ook, Feyenoord fans, zijn jullie het eens of oneens met de verkoop van Geertruida aan Barcelona? Zet je mening in de comments. Het helpt Feyenoord echt om te weten wat je ervan vond. Stay toen want ik kom elk moment terug met meer nieuws van Feyenoord.